Ik ben Jan van der Amelink. Ik ben hier een MSc in management student, Global Management. Ik heb hiervoor theologie en filosofie gedaan in Australië, in Sydney. Scholarship heeft me ontzettend veel gebracht. Want zonder scholarship had ik het financieel gewoon echt niet kunnen doen en had ik het niet gered. En daarnaast, het jaargang die mijn scholarship heeft aangeboden, 1956, heb ik ook contact mee. Ik wilde hier het MSc-programma volgen omdat ik denk dat Nijrode heel goed combineert de theorie met de praktijk. Dus aan de ene kant word je echt goed theoretisch onderlegd en vind ik dat ook belangrijk. En aan de andere kant leer je echt in de praktijk hoe werkt het, je ontmoet bedrijven en je leert heel erg die combi. Dus je ontwikkelt echt je beide kanten. Ik heb ontzettend veel andere dingen nog kunnen doen naast de studie. Een daarvan is een podcast ontwikkeld met ondernemer Nijrode, waarbij we echt de ondernemers naar de studenten hebben kunnen brengen, zelfs tijdens COVID-tijd. En hebben we hun verhaal ontdekt om anderen te inspireren om ook te gaan ondernemen. Ambitie voor de toekomst is ten eerste nu een baan vinden. Ik ben afgestudeerd rondom duurzaamheid, rondom hoe we CO2-uitstoot kunnen verminderen binnen bedrijven. Over 5 à 10 jaar zou ik graag binnen een bedrijf leidend zijn op het gebied van duurzaamheid en de strategie daarin. En daarnaast bij NGO's dat het managementstuk bij kunnen dragen om ook NGO's verder te kunnen ontwikkelen. Ik zou ontzettend graag voor anderen dezelfde mogelijkheid geven, omdat ik weet dat ik zonder dit niet had kunnen doen. En dus daarin zou ik het graag terug willen geven.